Hallo, mijn naam is Celeste Plak, speelster bij het Nederlands Dames Volleybalteam en onderdeel van Team NL. En vandaag heb ik voor jullie meegenomen Nicole. Dankjewel. Hi Nicole, welkom. Ja, jij ook welkom. Dankjewel. En Nicole gaat ons vandaag vertellen hoe je als sportclub zijnde effectief online met elkaar kunt samenwerken. Ja, Celeste, weet je waar ik eigenlijk het meest bewondering voor heb voor sportclubs? Oké, nou. Dat er zo ontzettend goed werk gedaan wordt door alle vrijwilligers. Ja. Heb jij wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Ik heb wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor de Johan Cruijff Foundation. Okay. Dat was dan was ik aanwezig bij een open dag en ben ik gaan sporten met kinderen met een beperking. En dat was geweldig leuk. Super tof, ja, hè? Ja. Goede energie geeft dat. Enorm. Nou, eigenlijk zijn dat best wel een beetje de traditionele vrijwilligerstaken. Dus training geven, coachen, fluiten. Maar wat eigenlijk steeds belangrijker wordt, zijn de vrijwilligerstaken op het gebied van marketing en communicatie. Dus wat ik vandaag heb, zijn eigenlijk 5 tips hoe je als vrijwilligers binnen zo'n markt- en communicatiecommissie beter en effectiever kan samenwerken. Dus we gaan eens kijken. Tip nummer 1. Tip nummer 1 is een online projectmanagement tool. Gratis en het heet Asana. Nou, vrijwilligers werken best wel veel samen met draaiboeken, to-do-listjes. Heb jij zelf ook wel eens to-do-lijstjes? Ja, mijn telefoontje. Gewoon notities hoor. To-do dit, bla bla. Dat is eigenlijk perfect als je alleen werkt. Maar als je nog met andere vrijwilligers werkt, is dit echt de uitkomst. Online heb je eigenlijk een soort van board en daar kun je alle taken omschrijven. Bijvoorbeeld Celeste, maak social media planning. Nou, je kunt er een datum aan koppelen en je kunt zelfs ook nog subtaken maken. Stel je voor je wilt het niet alleen doen, dan verdelen we de taken. Social media planning maken, Nicole maakt de planning en jij doet hem invullen. You name it. Het is echt een hele toffe functie en het is eigenlijk nog wel meer ideaal omdat je het ook kan downloaden op je telefoon. Dus eigenlijk waar je ook bent, heb je je to-do-list bij je. En wat zelfs ook nog eens kan, want we gaan nu inzoomen op markt en communicatie, zou ik een verenigingsbord kunnen maken. Waarbij je een to-do-list maakt voor de social media commissie, een to-do-list maakt voor de scheidsrechterscommissie en ga zo maar door. Dus heel de vereniging plannen in Asana. Dan hebben we tip nummer 2, dat is een interne communicatietool. Als ik s'avonds op de bank zit, dan wordt mijn vriend wel eens gek van me, want eigenlijk die berichtjes blijven binnenstromen. Dus wat eigenlijk best wel relaxed is om verschillende communicatietools daarvoor in te zetten. Nou, daar hebben we Slack voor. Slack is gratis. En wat je binnen Slack kan doen, is ook met elkaar communiceren. Je kunt met elkaar bellen, je kunt documenten delen. En daardoor hou je toch een beetje je werk-privé, vrijwilligers-privé gescheiden. Dat is eigenlijk ideaal. Fijn, voor thuisfront ook vooral. Thuis, ligt eraan hoeveel vrijwilligerswerk je doet. Ja, daar heb je gelijk in, En wat dus eigenlijk ook top is, net als bij tip 1, je kunt hem ook voor de vereniging inrichten. Dus je kunt ook weer een Slack maken voor je vrijwilligerstaken voor markt en communicatie. Een Slack maken voor je scheidsrechterscommissie. En zo kun je weer ook je interne communicatietool inrichten voor je hele vereniging. En gratis. En dat op je telefoon. Dat is nog ideaal. Fijn. Tip nummer 3, een gezamenlijke omgeving om bestanden mee te delen. Nou, in een vereniging leven ontzettend veel bestanden. Draaiboeken, social media posts, wedstrijdverslagen. En eigenlijk is het echt top als iedereen altijd overal bij kan. Nou, het enige wat je voor zo'n online omgeving nodig hebt, bijvoorbeeld Google Drive, wat je kan koppelen aan je Gmail-account, is een inloggegeven en een e-mailadres. Je kunt zelfs de hele digitale omgeving zo structureren dat je verschillende mappen hebt. Waarbij je dus ook je onderwerpen goed kan opruimen. Klinkt heel laagdrempelig ook. Het is super makkelijk. En weet je wat nog het allermakkelijkste is? Nou. Stel je voor, we gaan weer samen aan de slag. Nou, vandaag willen wij vrijwilligerstaken gaan oppakken. Je kunt ook tegelijk gaan werken in een document. Je ziet de ander zelfs typen. Wow. Dus dat is echt een uitkomst. Dus ook die vrijwilligerstaken, je hoeft niet meer echt samen af te spreken. Blijft natuurlijk wel het leukst. Maar ook vanuit thuis kun je met elkaar samenwerken. Wow. Helemaal in deze tijd, dus dat hartstikke helemaal in deze tijd. En ook weer gratis. Wel handig. Oké, tip nummer 4. Online samen ontwerpen. Nou, deze tip komt eigenlijk al terug in een van de andere video's. Dat is namelijk Canva. Canva is een online tool om super mooie communicatieuitingen te maken. Werkt super easy, dus ga vooral kijken naar een van de andere video's over toffe content. Maar het mooie aan deze tool is dat ik mijn ontwerp naar jou kan toesturen. En dat jij er eigenlijk gelijk in mee kan werken. Dus samen ontwerpen is daarin ook weer super eenvoudig. Oh, wat stoer. Heel stoer. Ja, zeg, Celeste, hoe vind jij deze kleur oranje? Dan typ ik met jou, met de andere app, typ ik, Nicole, ik vind dit helemaal geweldig. Maar dat zie jij ook. Dat waarschijnlijk is Google Drive. Terwijl ik Google Drive, sorry. Laten we het vooral effectief houden met elkaar en nog niet nog moeilijker. Maar dit is dus echt een uitkomst en opnieuw weer gratis. Dat de laatste tip, het inplannen van communicatieactiviteiten. Nou.
Als je vraagt wie wil de contentplanning bijhouden, wie wil alle content gaan plaatsen, zullen niet heel veel vrijwilligers hun hand opsteken, omdat het best wel lijkt alsof het heel veel werk is. Wat is nou echt een ideale tip? Ga nou een contentplanning maken. Plan al die stukjes erop in. De verjaardagen weet je eigenlijk al van je leden, dus je zou een jaar vooruit kunnen plannen. Maar ga ook deze berichtjes inplannen van tevoren. Daardoor hoef je niet op de verjaardag 1 minuut over 12, wanneer ben je jarig? 26 oktober. 26 oktober in te gaan plannen, slash de Happy Birthday. Maar kan je het eigenlijk op de zondag ervoor doen. En dat kan eigenlijk via Studio van Makers binnen je eigen Facebook-account op de verenigingspagina. Super easy, die is ook weer gekoppeld aan je Instagram-account. Dus ja, ook meerdere kanalen kun je overkoepelen. Dus overkoepelen. Dat werkt ook heel prettig altijd. Anders moet je alles apart doen. Nog een extra tip is Later. Die app is ook gratis. En daar kun je zelfs al zien hoe het er in je contentlijn uitkomt te zien op je pagina. Dat is ook heel fijn. Dus stel je voor dat je denkt, nou, deze foto past echt niet bij mijn social media wall. Dan kun je hem er zelfs uithouden. Dus nog eenvoudiger. Top. Ja. Wat mooi. Dus dat waren eigenlijk de 5 tips waar je morgen mee aan de slag kan. Het zit er alweer op. Ik heb er zeker wat van opgestoken. Ik vind welke het vooral... vind je het leukst? Nou, ik ben de naam kwijt. Maar die app waar je dan tegelijkertijd, of waar een ander dan kan meekijken hoe jij dingen bewerkt. Canva, Big Brother idee. Vind ik wel stoer. Cool. Hey, als jij als club zijnde nou wil weten hoe je je eigen club het beste kunt promoten, neem dan even snel een kijkje bij de andere 4 video's. Ja, of ga naar de website www.nocnsf.nl/RaboClubSupport. Sounds like a plan. Nou, dat was hem. Nou, top. Veel plezier, succes.